Voor Breda Sport zijn we weer op pad gegaan naar een onderbelichte sport. Ja, je ziet het vaak op tv in Amerika, is het razend populair. Maar hier in Breda is het ook honkbal en softbal. We zijn dus aan het kijken bij vereniging JK Honkbal en Softbal. Hoe is jouw naam? Mijn naam is Jordi. En je speelt bij JK Honkbal? Klopt. En is dat zo populair in Breda? In Breda zelf zijn wij nu het enigste team. Dus er is geen andere honkbalvereniging in Breda. Maar wij hebben wij in de omgevende regio's, bijvoorbeeld Etten-Leur, Oosterhout. En ja, dat was hem eigenlijk. Dus in Breda zelf zijn wij de enigste vereniging van honkballen. Hoeveel mensen zitten er in het team? Normaal zit er tussen de 13 en de 14 mensen in een team. Dat is 9 in het veld en dan heb je nog wisselspelers in het geval dat iets gebeurt. Hoe lang duurt een wedstrijd? Een wedstrijd, bij ons kan het verschillen. Als het snel gaat, dan is het binnen 2 uur klaar. Maar als het heel lang duurt, kan het zelfs tot 4 uur lang duren. Oeh, dat is best uitputtend. Ja, precies. En dat is alleen als je de wedstrijd zelf telt. Want je hebt ook 2 uur om voorbereiding tijd. Dus, is dat een soort warming-up of zo? Ja, ja, want beide teams moeten opwarmen. Dus wissel, wissel, wissel. En raak je dan zo snel geblesseerd met deze sport? Niet zo heel snel. Tenzij de bal jou raakt. En, ja. precies. Maar in het algemeen niet. Maar voor pitchers misschien wel, omdat zij heel veel moeten gooien, gooien, gooien. Dan kunnen ze wel misschien last van hun arm krijgen, schouders of zo. Hey, en wat is nou de bedoeling van het spel? Nou ja, je staat te slaan en de pitcher die gooit de bal richting jou. Ja. Je zou denken, die bal gaat mij slaan, maar raakt jou niet. De pitcher moet zo moeilijk mogelijk gooien altijd, ja, hè? Dat wel. En jij probeert te proberen de bal in het spel te brengen. Met de knuppel? Ja, met de knuppel. Dus de bal komt en je moet hem slaan en je moet naar de eerste honk lopen. En hoe eindigt het? Wie het meeste honk heeft gehaald? Of? Nee, wie de meeste punten binnen heeft. Dus als je naar eerste honk, tweede honk, derde honk en thuis, als je die allemaal haalt, ja, dan heb je 1 punt. Maar wanneer is dan het einde? Je speelt normaal 9 innings. Ja. Maar als je bij de 9e inning bent en staat nog gelijk, ja, dan wordt er nog extra innings geopend. En wat is een inning? Een inning is de team die in het veld staat moet 3 nullen maken. Dus ja, een vangbal is een nul of de bart wordt naar iemand geslagen en die vangt hem. En die gooit naar de honk waar de loper naartoe gaat. Okay. En als die bal op tijd is, dan is dat ook een nul. Bij 3-0 wordt het gewisseld. Ja. En dan moet het andere team weer hetzelfde doen. En als dat 6-0 dan in totaal voor beide teams, ja, dan is dat een inning geworden. Okay. Ja, ik en iemand anders van JK, die hebben selectietraining gedaan vorig jaar. En voor het Nederlands team onder 18. En daarmee zijn we Europese kampioen geworden. En daarmee zijn we ook naar Amerika gegaan. Oh, heb je meegedaan aan de Amerikaanse of wereldkampioenschappen? De Europese onder 18. Ja, het is gewoon Breda's talent dat op wereldniveau heeft gespeeld. 1, 2, 3, JK! Kom maar, iedereen zijn plekje, de positie in. Hey, hey, en jullie zijn favoriete, enthousiaste softbalsters? Ja. 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 Of moet ik zeggen softballers? Ja, maakt niet uit. Maakt eigenlijk niet uit. Nee. Hey, wat is het leuke aan softballen? Je kan je energie erin kwijt omdat je veel rent. Je moet goed opletten, de bal bezit hebben. Je kan slaan, swingen. Ja. Vooral het slaan vind ik ook heel leuk. Het gooien. Je moet goed blijven opletten en zo. Ja, je energie erin kwijt, maar je moet ook goed blijven nadenken zoals je zegt, want? Ja, want je moet weten wat je moet doen op bepaalde situaties. Ja. Ja. Dus ook al sta jij in het veld en heb je de bal niet, moet je toch steeds blijven opletten?
Ja, want het kan zijn dat, dat iemand anders misgooit en dat hij richting jou rolt. En dan moet jij wel weten wat jij daarna met die bal moet doen. Okay. Zeg, en hoe lang zitten jullie op softbal? Ik zit, ik ben nu 11 en ik zit sinds mijn 6e op softbal, dus 5 jaar. Dat is lang? Ja. Zo. Dus je gaat door naar de Nederlandse competitie? Nou, dat hoop ik wel. Dat zou ik wel heel graag willen. Ja, dat kan. Ja. Hey, hoe kijken jullie tegenover de jongens? Want er zijn wel heel veel jongens en niet zo heel veel dames. Ja, honkbal was gewoon iets populairder. Ja? Ja. Is het zo dat honkbal dan voor jongens is? Of? Ja, honkbal is voor jongens en softbal is voor meisjes. Ja. Maar het kan ook zijn dat er heren zijn die softbal spelen. Wat is dan het verschil? Met softbal gooi je anders, hè? Ja, met softbal gooi je in de windmill en bij honkbal gooi je bovenhands en bij softbal onderhands. Ja. Bij softbal zijn er ook grotere ballen als bij honkbal. Wat zei jij, een windmill? Een windmill, dat zo heet de beweging van de pitcher die maakt. Die gooit? Ja. Oké. Wat vind jij het leukste? Het vangen of het slaan of het gooien of het lopen? Ik zelf vind het slaan en het lopen het leukst. Als je nou in de camera mag praten, hè, dus als de mensen jullie op televisie zien, wat ga je dan tegen de Bredaanse kinderen zeggen om ze hier op de honkbal te lokken of op de softbal te laten komen? Het is heel erg leuk en je kan er, als je heel sportief bent, kan je je energie eruit in kwijt en het is gewoon heel leuk en ja. Ja. Okay. Worden jullie al betaald? Nee.